Tot slot, veel jongeren dromen ervan, een jaar of wat langer, studeren in de VS. Maar dat is vaak niet te betalen. Nee, jaartje universiteit kost al snel $50.000. Tenzij je goed kan sporten. Dan ben je goedkoper uit. Ieder jaar krijgen een paar honderd Nederlandse sportieve jongeren een studiebeurs. Gijs van Schouten is een talentvolle keeper. Hij speelt in de jeugd van AZ nog wel. Ik ga voetballen en studeren volgend 4 jaar in Milwaukee, in Wisconsin. Een grote stap voor een jongen van 17 uit Amstelveen. Wist je waar Milwaukee ligt bijvoorbeeld? Nee, ik heb echt Google Maps gebruikt daarvoor. Gijs wil graag profkeeper worden. Maar alleen met de bal bezig zijn, dat vindt hij te beperkt. Ik wil eigenlijk mijn hele leven lang al gewoon studeren. Met mijn ouders veel over gepraat. En voetbal, ja, daar ben ik gewoon heel goed in. Dus daar wil ik ook gewoon eigenlijk mijn werk van maken natuurlijk. Maar als ik dat dan kan combineren, dan is het perfect. En als dat ergens kan, dan is het in Amerika. Zeggen ze hier op het Wagner College in New York, waar op de sportvelden meer dan 40 nationaliteiten rondlopen. You can be in a classroom at 8 in the morning and then you can play in front of thousands of people at four in the afternoon. Want sport is op de Amerikaanse universiteit veel meer dan een hobby. Weet ook Paul de Koning, die 13 jaar geleden een jaar in New York voetbalde. In Amerika heb je meer dan 10 universiteiten die een groter stadion hebben dan Barcelona. En dat zit ook, even corona dagen later, maar compleet vol. Tegenwoordig bemiddelt Paul tussen jonge Nederlandse sporters en Amerikaanse universiteiten. Met dit soort filmpjes prijst hij sporters aan. En Paul organiseert talentendagen, oftewel showcases. Op onze laatste voetbalshowcase waren er meer dan 50 coaches aanwezig. Dus speciaal overgevlogen naar Nederland om speciaal voor die ene dag hier aanwezig te zijn om talenten te kunnen scouten. We want to recruit the best of the best athletes and we want to attract the best talent that'll help us win championships here. If you have the talent, we will find you. Yeah. Zoals de Universiteit van Milwaukee Gijs gevonden heeft. Wie weet, na 4 jaar blijf ik daar of misschien kom ik terug naar Nederland en moet ik even kijken. Ja, kun je dan nog steeds profkeeper worden, denk ik? Denk het wel, ja. Maar wel met een diploma op zak. Ja, precies. Dat is wel het doel. In augustus begint zijn Amerikaanse droom.